Er is ontzettend veel gebeurd rondom ADO Den Haag. Robert Swinkels is eerste keeper geworden. Tommy Beugelsdijk zat afgelopen weekend op de bank. En ADO Den Haag wint zijn wedstrijden maar niet. Waar ligt dat aan? En dat ga ik vragen, natuurlijk hier op de Haagse Markt. Zo, hoe gaat het ermee? Ja, met mij altijd goed gelukkig, maar alleen met onze club niet. Ja, maar waar ligt het aan dat ADO zijn wedstrijden maar niet wint? Ja, ik weet het niet. Ik begrijp er heel weinig van. Je bent je spits en je rechtsback kwijt ten opzichte van vorig jaar. En het is eigenlijk gewoon om te huilen momenteel. Ja, dat heeft met zoveel oorzaken te maken. Maar ik vind voetbal ook, het voetbal is ook gewoon slecht. Weet jij het? Vorig jaar goed seizoen gehad. En nu een paar flinke klappen op je oren gehad. Dat is super zonde en je wordt er eigenlijk ook een beetje depressief van. Maar ik ben ook wel zo, weet je, we hebben er slechter voor gestaan. Dat je verliest een paar wedstrijden. Maar de manier waarop, dat stoort natuurlijk de mensen. Zondag tegen AZ was ook niet de best. Gewisseld, maar Kuipers die moet zich als eerste... Wat vond je ervan dat Tommy Beugelsdijk op de bank zat voor Kuipers? Ja, dat is ongelofelijk. Beter Beugelsdijk voor Kuipers, die kan er helemaal niks van. Ja, ik kan niet zoveel zeggen, want ik ken zijn moeder heel goed. Ja. Dus daar kan ik heel moeilijk van zeggen. Ja, hij hoort er gewoon in. Dus je maakt allemaal wel eens een foutje, toch of niet? Mijn vriendin weet dat ik naar de Haagse Markt toe ga. Dan krijg ik gelijk een boodschappenlijstje mee. Hé jongens, ik heb een boodschappenlijstje. Tuurlijk, kom maar met die boodschappen. Ik heb bananen nodig. Lekker trosje. Voor jou 1 euro. Mandarijnen, heb je dat ook? Groenendijk die heeft gekozen voor Swinkels als doelman. Ben je het daarmee eens? Ja, hij is een goede keeper. Ja. Die andere is ook best wel goed, hoe heet die? Groothuis is ook goed, maar hij is nog jong hè? Ja. Indy die moet nog een beetje leren van de meester. Ja, want hij is wel een talentvol hè, Indy Groothuis. Daar heb je nu niks aan, we moeten punten pakken. Ja, die Groothuis, ja, misschien ligt er nog een zangcarrière weg met zijn tante. Dolly Dot. Ja, ja, dat misschien, hè? Ja, dat is misschien beter, maar keeper dat gaat hem niet worden. Zijn deze binnen? Dat is goed zo. Hey, dank je. Hey, maar Neze laat het ook nog niet helemaal zien. Hè? Nee, maar ja, ik denk als jij in de spits staat of ik en je krijgt geen ene bal, dan is het lastig scoren. Jij zorgde voor het succes van Bjorn Johnson, toch? Ja, klopt. Welk visje kocht hij altijd? Zeebaars. Zeebaars. Wilde zeebaars. Hey, maar is het geen idee dat jij aan onze nieuwe spits Neze ook gewoon wilde zeebaars gaat geven? Ja, even langskomen. Dan zorg ik dat hij echt een verse zeebaars krijgt. Gratis. Gratis. Ja, dankjewel, man. Ja? Wat wilt u nog meer? Lekker hoor, zo'n lekker stukje vis. Wilde zeebaars van Saïd. Beter kan niet.